allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Een kleine, minder prettige mededeling, jullie hebben het gezien, een mededeling vlog in deze juni maand. Ik stop voorlopig met livestreamen van GTA 5. Er komen voorlopig geen livestreams meer van GTA 5. Ik ben ermee gekapt. Ik heb er geen zin meer in. Voor degene die het gisteren ontgaan is. Gisteren is er nogal het een en ander gebeurd op de livestream. Mensen die alleen maar in de livestream. Pardon hoor. Mensen die alleen maar in de livestream gekomen zijn. Om te killen en dan krijg je gewoon geen eerlijke kans om te spelen. Want dan word je gewoon door een man of 10, 20. Die vliegen hier naar de kill en die schieten hier overhoop. Gewoon geen kans, geen leuke kans gehad om een leuke livestream te doen gisteren. Dus daar was ik gisteren al heel erg snel klaar mee. Dan heb je nog een bekend iemand, iedereen zal wel weten wie ik bedoel, maar ik ben nog zo eerlijk dat ik geen namen noem, want zo ben ik helemaal niet. Ik wil niemand zwart maken. Ik ben zelf ook fout geweest, ik geef het eerlijk toe. Waar twee ruzie hebben twee schuld, dus ik praat ik mijn eigen niet goed. Ik ben zelf ook heel stom geweest, ik had... Dingen heb ik gedaan wat ik niet had moeten doen. Ja, als ik in een keer keihard word aangevallen en met scheldkamerades en dit en dat, ja, ik ben een Rotterdammer. Ik praat het niet goed, maar ik ben een Rotterdammer en ik heb een hart op de tong. En als iemand mij verrot scheldt en verrotte vis uitmaakt, dan ga ik zelf ook tekeer. En dat is... pakt het wel eens helemaal verkeerd uit. Er is heel veel gebeurd gisteren, heel veel gezegd gisteravond. Na de livestream, ik heb alle video's van gisteren heb ik verwijderd, omdat ik nou niet echt relevant vond wat er allemaal op stond. Dus ik heb de livestream afgesloten. Afgesloten en daarna gewist. En... Ik kap ermee, jongens. Ik heb er geen zin meer in. Ik kom tijd tekort. Ik ben met een project bezig. Ik heb het al een paar keer gezegd. Binnenkort komt echt een video online waar ik alles uit ga leggen. Maar ik ben nu met een nieuw project bezig. En ik geef tijd op wat ik niet aan het project kan besteden. Door af en toe een livestream te doen van GTA. Maar als het niet gewaardeerd wordt... Dat ik op GTA een livestream doe, een leuke livestream doe met allemaal leuke mensen. Want er zijn ook een heleboel leuke mensen zijn er in de livestream met wie ik leuk kan spelen. Het wordt wel eens vaak vergeten. Volgens mij kan ik me nog herinneren dat pas geleden diegene ook zei van... met jou kan ik altijd zo lekker gamen. Maar ja, dat is nu dus heel ver weg. Maar... Ik kap ermee. Ik laat me eigenlijk niet voor rotte vis uitmaken. Ik laat me eigenlijk niet voor lul staan. Scheldkarbonades aanhoren. In de chats zitten dan iemand te schelden en te vloeken. Ik ga uit mijn stekker. Dus ook niet echt netjes van mij dat ik uit mijn dak ga op de livestream. Dat is ook zo. Dat geef ik ook eerlijk toe. Maar ik laat me eigenlijk niet meer voor rotte vis uitmaken. En het is eigenlijk de vraag van, ja, hoe lang laat je het nog toe om je te laten pesten, om je weg te laten jagen? Nou, ik heb dat al heel snel gezien. Ik ben er heel snel heel erg klaar mee. En ik kap ermee. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Er komen nog wel livestreams van GTA, maar voorlopig komt er niks meer. Eigenlijk wil ik de aankomende 2 weken, 14 dagen, wil ik mijn tijd gaan besteden aan leuke dingen en niet aan, aan livestreams waar ik gewoon echt totaal niet achter sta en waar ik me niet lekker bij voel en
wat ik niet graag doe, omdat er alleen maar highball is. Ik speel GTA 5 om te gamen, maar er zijn ook een heleboel gasten die zien GTA 5 met al het wapenarsenaal en mitrailleuren en het legerapparatuur wat er allemaal in het spel is, om een persoonlijke oorlog uit te voeren. En daar pas ik voor. Daar heb ik gewoon geen zin in. Ik laat me eigenlijk niet verrotschelden. Ze zeggen wel eens van ja, dan moet je eigenlijk niet weg laten pesten. Doe ik ook niet, maar ik kan mijn tijd veel beter besteden en dat wil ik dus doen aan dat nieuwe project. Er komt dadelijk nog een andere vlog online. Die heb ik gisteren opgenomen met Ramonski. Die komt dadelijk nog online, maar ik wou eerst even deze video even posten en even laten, ja, eventjes laten zien van dit en dat is er aan de hand en dit is er allemaal gaande momenteel. Dus ja, voor de mensen die heel graag mijn livestreams kijken, ja, sorry, maar ik ga even 2 weken even wat anders doen. Misschien is het wel 3 weken, ik weet het eigenlijk nog niet zeker eigenlijk. Ik wil in ieder geval minimaal 2 weken, maar misschien kan het ook wel zijn dat het een maand is, of 2 maanden is, of 3 maanden. Maar ik heb er voorlopig geen zin meer in. Ik heb geen zin om aan het gezeik deel te nemen en aan de ruzies deel te nemen. Ik doe GTA doe ik echt op een leuke manier. Wil ik dat doen met leuke mensen en met onderling respect. En als je al gelijk begint beschelden, ja, dan krijg je op een gegeven moment dreigementen, krijg je en zo. En ik zou dingen verkeerd gezegd hebben. Ik zou een kutkanaal hebben. Ik heb maar 4 tanden. En ja. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Dus ik wil nog gaan kijken of dat ik GTA op een andere manier kan doen. Ik zit nog te kijken of ik GTA op een andere manier kan doen. En dan kunnen jullie toch nog af en toe even een videootje van GTA 5 zien. Eén ding heb ik al een beetje verzonnen. Dat is misschien wel leuk om te doen. Kan ik nu even doen. Ik hoef ik alleen maar voor een lobby te hebben van mijn eigen. En dan kan ik dat doen. Dat is heel makkelijk. Dat komt nog. Maar voorlopig komen er dus geen. Komen er misschien nog wel video's. Misschien ga ik het dus op een andere manier doen. Moet nog even kijken of dat het lukt. Maar er komen in ieder geval voorlopig geen livestreams van GTA. Misschien komen er nog wel praat-livestreams. Of Planet Coaster-livestream. Of een Metro Simulator-livestream. Of een Minecraft-livestream. Maar voorlopig even dus geen GTA 5 meer van mij. Ik ben het gewoon klaar. Ik ben het gewoon zat. Nou, dit was even deze video. Ik zou zeggen, jongens. Ja, ik hoop toch op jullie support. Ik hoop op jullie steun. Ik hoop dat ik op jullie kan rekenen. Ik hoop dat, dat er een hele hoop mensen dit ontzettend jammer vinden. En ja, die het ontzettend balen vinden dat ik niet meer livestream. Ik probeer het voor jullie te doen. Want er zijn er nog steeds mensen bij die denken dat ik dit alleen maar voor mijn eigen doe. Om mijn eigen op de kaart te zetten. Om mijn eigen te promoten. Van kijk eens hoe tof ik ben. Dat doe ik er niet voor. Ik doe het echt voor jullie. Want ik maak video's omdat ik het leuk vind. En ik maak video's voor jullie. En als jullie er niet zijn als kijker, als trouwe abonnee. Dan kan ik ook net zo goed stoppen ermee met mijn kanaal. Want het is niet alleen de maker die het kanaal maakt. Het is ook de kijker die het kanaal maakt. En dat wou ik toch nog eventjes kwijt aan deze kant. Nou, ik zou zeggen in ieder geval jongens. Doe even een duimpje de lucht in voor deze video. Voor de support. Niet omdat je het leuk vindt, maar ditmaal voor de support. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Voorlopig dus niet van GTA, maar in ieder geval zal ik nog kijken of dat ik een andere leuke livestream kan doen. Want ondanks alles stop ik niet met YouTube. Ik zal het nogmaals een keer halen. Ik stop niet met YouTube. Ik ga gewoon verder met mijn YouTube kanaal. Ik laat mijn YouTube kanaal niet door mensen verpesten. Ik laat niet mijn eigen wegjagen op mijn eigen YouTube kanaal.
YouTube-kanaal is van mij en van alle fans van mij en alle mensen die mijn video's leuk vinden en graag naar mijn video's kijken. Daar is mijn kanaal voor. En het is niet de bedoeling om dat ik stop, omdat er een paar rotte appels zijn die het verpesten. In ieder geval, jongens, de groetjes van deze kant. Ik spreek jullie weer. Dadelijk komt er nog een leuke video aan. Ik weet nog niet wanneer het is, maar in ieder geval vandaag komt er nog een video aan. Die heb ik gisteren opgenomen. En dan kunnen jullie later naar kijken. Ik zou zeggen, jongens, houd het kanaal in de gaten. Doe even een duimpje voor de support. En ik spreek jullie zeer snel en binnenkort weer bij een nieuwe video. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.